Dagelijks maken 285.000 reizigers gebruik van station Utrecht Centraal. De komende 10 jaar neemt dit toe tot 360.000 reizigers per dag. De ambitie van vervoerders is om in de toekomst op de drukke trajecten elke 10 minuten een trein te laten rijden. Daarom vernieuwt ProRail de sporen rondom Utrecht en legt deze in rechte banen die vrij van elkaar komen te liggen. De treinen gaan via vaste sporen en vertrekperrons rijden. Verstoringen op het spoor kunnen voortaan zoveel mogelijk tot één traject beperkt worden. Treinen kunnen straks sneller binnenkomen en vertrekken, waardoor er meer treinen kunnen rijden door Utrecht Centraal. In 2015 is het nieuwe perron 8 gereed en vernieuwt ProRail de sporen 14 tot en met 19. Perron 6 wordt breder om het groeiend aantal reizigers straks meer comfort te bieden. De bestaande sporen worden hiervoor verwijderd. De perrons verbreed, waarna de sporen weer worden teruggelegd. Hiermee vervallen de middensporen en gaan goederentreinen, net als reizigerstreinen, langs de verbrede perrons rijden. In 2016 worden de perronkappen op perron 6 en 7 vernieuwd en perrons 4, 5 en 7 verbreed. Zowel aan de noord- als aan de zuidzijde van het station worden de sporen vernieuwd en in rechte banen gelegd. De zuidelijke sporen worden aangesloten op de sporen tussen Utrecht Centraal en Lunette. Het spoor gaat dan van 4 naar 8 sporen. Hierdoor kunnen de dive-unders bij Lunette en station Vaartse Rijn in gebruik genomen worden. De beveiliging wordt aangepast, zodat er met hogere snelheden gereden kan worden. Tijdens de werkzaamheden blijven de treinen zoveel mogelijk rijden. Er wordt zoveel mogelijk tijdens weekenden, vakantieperioden of 's nachts gewerkt. ProRail doet haar uiterste best om de hinder voor reizigers en omgeving tot een minimum te beperken. Eind 2016 zijn de meeste vernieuwingen rond Utrecht gerealiseerd. Voor de reizigers zal dat veel profijt opleveren. Comfortabel en makkelijk overstappen en meer treinen in een hogere frequentie. Ook is er meer ruimte voor een soepelere afwikkeling van het goederenvervoer. Utrecht is dan klaar voor de toekomst.